Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er in Europa is gebeurd en in speelronde 22 van de Eredivisie. Ajax speelde 0-0 gelijk tegen Union Berlin en PSV werd afgedroogd door Sevilla met 3-0. In speelronde 22 van de Eredivisie won RKC met 3-1 van Fortuna. Volendam won met 2-0 van Vitesse. De derby Groningen-Emmen werd 1-1. De topper Feyenoord tegen AZ werd 2-1. De andere derby, de derby van Friesland, werd 1-2 tussen Cambuur en Heerenveen. FC Utrecht-PSV werd 2-2. Go Ahead Eagles won met 2-0 van FC Twente. Ajax won met 4-0 van Sparta. En Excelsior-NEC werd 0-3. Dan is dit de ranglijst. Feyenoord staat nog steeds bovenaan met 49 punten. Dan komt Ajax met 46 punten. AZ op de derde plek met 44 punten. PSV staat vierde met 43 punten. Dan komt FC Twente met 40 punten. Sparta op de zesde plek met 37 punten. FC Utrecht op de zevende plek met 34 punten. Dan komt Heerenveen met 30 punten. RKC op de negende plek met 29 punten. NEC staat tiende met 27 punten. Dan komt Fortuna met 26 punten. Go Ahead Eagles op plek 12 met 25 punten. Vitesse op de 13e plek met 23 punten. Volendam en Excelsior hebben 20 punten. FC Emmen op de 16e plek met 17 punten. Groningen staat 17e met 14 punten. En Cambuur onderaan met 13 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Ik zal de punten zo eventjes voorlezen. Hij staat even niet in beeld. Ikzelf sta bovenaan met 194 punten. Dan komt Stan met 173 punten. Ook Lars heeft 173 punten. Joey staat vierde met 172 punten. Dan komt Games met 171 punten. Colino op de zesde plek met 170 punten. En Thomas en Jurgen hebben 169 punten. Joey was weekwinnaar geworden. Die stond de vorige week niet eens in de top 8. En nu is hij echt heel erg geklommen omdat hij heel veel punten had gehaald en de rest niet. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. De volledige stand is natuurlijk weer gewoon te vinden in de beschrijving. We gaan Europa League voorspellen. PSV moet met minstens 3 punten het doelpuntenverschil winnen om in ieder geval kans te maken. En Union Berlin Ajax is nog 0-0, dus daar kan alles nog gebeuren. En natuurlijk voor speelronde 23 van de Eredivisie is het Sparta tegen FC Utrecht, FC Groningen tegen Excelsior, Heerenveen tegen RKC, AZ speelt thuis tegen Cambuur, NEC ontvangt FC Volendam, Fortuna in Sittard tegen Feyenoord, FC Emmen ontvangt Go Ahead Eagles, Vitesse in het Gelderdome tegen Ajax en de semi-topper PSV tegen FC Twente. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.